als startpunt. Samen een stad maken op de Utrechtse manier. Niet de stad, maar stad, zonder lidwoord. Daarover vergaderde woensdag 27 maart ongeveer 200 mensen 5 uur lang in het stadskantoor. Het gaat om een voorstel van het college om de participatie te hervormen. Iedereen moet kunnen meedoen, is de wens. Bovenaan de agenda staat de afschaffing van de wijkraden, die volgens het college niet iedereen vertegenwoordigen en bovendien te veel privileges hebben. Zo moet de gemeente reageren als een wijkraad ergens over adviseert. Ook hebben de wijkraden het recht op informatie in een vroeg stadium over gemeentelijke plannen. Het college wil daarvan af. Het wil in de plaats van wijkraden praatgroepen zonder privileges, zoals wijkplatforms en buurtplatforms. Een beetje gemeen zou je kunnen zeggen, terugkeer naar de tijd van het praathuis van de Fabeltjeskrant. Zoals gebruikelijk bij stadsgesprekachtige bijeenkomsten was het zo geregisseerd dat niet zou worden gepraat over de vraag of afschaffing van de wijkraden wel zo'n goed idee is, maar dat het uitsluitend zou gaan om de vormgeving van de platform zelf. De ingehuurde spreker van de avond, professor Tine de Moor, verstoorde die opzet enigszins door aan het einde van haar verhaal te zeggen dat ze zich afvroeg of Utrecht niet het kind met het badwater weggooide. Utrecht bij de algemene geschiedenis.